Ik ben Mark, ik studeer social work en in deze video ga ik je wat vertellen over de opleiding. Ik ben Patricia van Asselt en ik geef les op de opleiding social work. Als je kiest voor social work, word je opgeleid tot een kritische professional die zich bezighoudt met sociale ongelijkheid. Het werkveld is heel divers. Je kan terechtkomen in de jeugdhulpverlening, de zorg, de reclassering, maar bijvoorbeeld ook bij gemeenten. Ik vind deze opleiding leuk, omdat we aandacht spenderen aan het ontwikkelen van onszelf. We kijken naar wat we zelf normaal vinden en zo kunnen we er ook bij een ander zien wat voor diegene normaal of niet normaal is. En zo kan je op die manier andere mensen helpen. Als je kiest voor deze opleiding, moet je benieuwd zijn naar het verhaal van de ander. Moet je bereid zijn om naar jezelf te kijken? Realiseer je dat vragen stellen en luisteren heel erg belangrijk zijn? En durf je verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van de keuzes die je maakt in het leven van de mensen met wie je werkt? Naast de lessen ga ik wel eens naar school om zo aan schoolopdrachten te werken. En dan kom ik vaak in contact met mijn medestudenten en mijn docenten en maken we vaak een praatje. Dus ik merk dat er een heel erg gelijkwaardige sfeer is bij deze opleiding op deze school. De opleiding is uniek omdat je bezig bent met het verbeteren van kwaliteit van leven van anderen. Het is daardoor betekenisvol werk. Je moet daarom niet alleen veel weten over de problemen die mensen kunnen ervaren in het dagelijks leven of de organisaties waar je voor kan werken. Je moet ook veel weten over jezelf. En dus besteden we veel aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling. Het doet ertoe wat jij denkt, wat je vindt, hoe je handelt. Dat doen we niet alleen voor jou, maar het werkveld heeft het nodig dat jij een sterke en stabiele professional wordt. Het contact tussen de docenten en studenten vind ik heel prettig. Dat komt omdat we kleine docententeams hebben en op die manier elkaar persoonlijk kennen. De studenten zijn ook heel divers. De ene komt van mbo en is al wat ouder en de andere is wat jonger. En die komt bijvoorbeeld van de HAVO af. En doordat er een onderlinge acceptatie is tussen iedereen, maakt dat we een enorm fijn contact hebben met elkaar. Na het afronden van deze studie kun je een master doen of doorstuderen op de universiteit. Maar je moet het zien dat je een beginnend professional bent. Het werkveld zal van je vragen dat je je ook dan blijft ontwikkelen. En dat kan op allerlei manieren. Je kan je verdiepen in de verslavingszorg of in de schuldhulpverlening, in de gezinsbegeleiding. Dit jaar hebben we voor het eerst de mogelijkheid om in 5 jaar je social work en je PABO-diploma te behalen. Zo zie je dat er heel veel mogelijkheden zijn om je te blijven ontwikkelen, ook als je je HBO hebt afgerond. Als je betekenisvol werk wil doen en je geïnteresseerd bent in de problemen die mensen kunnen ervaren, van jong tot oud, of als je vanuit een bepaald ideaalbeeld over onze samenleving bij wil dragen aan sociale gelijkheid, dan zou je social work kunnen kiezen. Ik denk dat je absoluut voor deze studie moet kiezen als je empathisch bent, betrokken bij anderen, oprecht nieuwsgierig en een onderdeel wil zijn van het ontwikkelingsproces van een ander. Bedankt voor het kijken, veel succes en plezier met je studiekeuze en hopelijk zie ik je snel hier op de wandelgangen. Als je nog meer wil weten of meer verdieping wil, kijk op onze website of bezoek onze open dagen. Wie weet zien we elkaar bij Saxion.